Lager, ja. Het woord is aan de heer Heijnen, VVD. Voorzitter, dit zijn de algemene financiële beschouwingen. En dan kan het in deze tijd maar om één ding gaan. Dat is de extreem hoge inflatie. In mijn bijdrage beschreef ik hoe ontwrichtend dit is. Hoe inflatie werkt als een sloopkogel in je economie. En hoe het onze welvaart bedreigt. Het bestrijden van de inflatie moet topprioriteit zijn. En ik mis daarbij een strijdplan. In dit debat heb ik aangegeven op welke front we het gevecht moeten aangaan. En dat begint bij eerste hulp bij ongelukken. Wanneer huishoudens dreigen om te vallen, simpelweg omdat energieprijzen door het dak knallen, dan grijp je in. En ja, daarmee wordt een risico genomen voor de overheidsfinanciën. Maar het alternatief is dat wij dit risico bij de huishoudens leggen. Dan heeft de overheid een mooie sluitende tabel, maar de toekomst van miljoenen Nederlanders staat dan op het spel. Dat laten wij niet gebeuren. Voor de lange termijn moeten wij meer werk maken van de energieonafhankelijkheid en sneller investeren in kernenergie. En we moeten kijken naar het aanleggen van strategische voorraden. Breder dan olie en gas. Maar voorzitter, het allerbelangrijkste, we moeten stoppen met vraagstimulering. Dat begint bij de Europese Centrale Bank, die nog steeds expansief beleid voert. Dit moet stoppen. Er is een interruptie van mevrouw Matoeg. Ja, dat gaat over het eerste punt van de heer Heijnen, van de collega van de VVD, waar ik het overigens helemaal mee eens ben, want daar gaan deze miljoennota over. En ook dat we blij zijn met de maatregelen die er zijn. Maar ik wil toch één kanttekening plaatsen. Want we hebben als deze Kamer in maart hier gestaan en in juni hier gestaan. Suggesties gedaan. En ik hoop dat ook de VVD ziet dat we kunnen leren dat als we eerder dingen doen, we ook dit soort de budgetprocessen ook netter kunnen doen. Zowel voor de uitvoering, voor het budgetrecht van de Kamer. En dat daar een hele grote les te trekken is. Dank u wel. Zeker, daar ben ik het zeer mee eens. Ik dien ook een concreet voorstel op dit punt in. Tegelijkertijd kunnen we dit vraagstuk niet loszien van het begrotingsbeleid in Europa. Oplopende begrotingstekorten helpen niet bij het bestrijden van inflatie. Nederland moet hier daarom harder op inzetten. En dat betekent ook iets voor onze nationale begroting. Ook ons begrotingstekort kan niet oneindig oplopen. Sterker nog, deze moet weer dalen. En dat betekent dat wij de komende jaren voor moeilijke keuzes komen te staan. En wellicht ook moeten besluiten om minder uit te geven. Dat is het eerlijke verhaal. Voorzitter, het is ook belangrijk dat wij nadenken over nieuwe begrotingsregels. Mevrouw Matoeg verwees er al naar. Met name hoe we omgaan met meevallers. Wanneer de miljarden binnenstromen bij de overheid, terwijl huishoudens dreigen om te vallen, dan moeten we sneller overgaan tot compensatie. Niet potverteren, maar wel sneller acteren. Met duidelijke spelregels. Die rust brengen in het begrotingsproces en rust aan de keukentafels bij mensen thuis. De minister verwees terecht op de studiegroep begrotingsruimte dat die zich hierover moet buigen. Ik wil alleen voorkomen dat dit blijft bij een open brainstorm bij een lunch. Ik vind het echt belangrijk dat hier serieus naar wordt gekeken. En daarom de volgende motie. De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij sprake is van grote meevallers bij de overheid, terwijl de koopkracht van burgers fors onderuit gaat. Overwegende dat het huidige begrotingsregels onvoldoende toepasbaar zijn in dergelijke situaties. Overwegende dat heldere spelregels over begrotingsbeleid en meevallers in dergelijke situaties kunnen bijdragen aan een ordentelijk begrotingsproces. Onzekerheid kan helpen voorkomen bij veel huishoudens en tegelijkertijd ruimte biedt om compensatie ook te begrenzen ten behoeve van een prudent begrotingsbeleid. Verzoekt de regering met de studiegroep begrotingsruimte breed te bezien of en hoe de begrotingsregels kunnen worden herzien, waaronder hoe verstandig omgegaan kan worden met meevallers, om toegesneden te zijn op dergelijke situaties en de Kamer hierover te informeren. En gaat over tot de orde van dag. Deze motie is mede ingediend door de heer Stoffer. Voorzitter, omdat het belang van zuinigheid toeneemt, hou ik het ook bij deze ene motie. Rest mij alleen nog u te bedanken voor het prettige voorzitterschap. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Wij hebben deze twee dagen laten zien hoe we op de inhoud een debat met elkaar kunnen voeren. En met het prijsplafond de zorgen van en problemen van mensen thuis, van hele normale Nederlanders, kunnen oplossen. Dat is wat Nederland van ons vraagt en dat is wat wij doen. Wij doen wat nodig is. Dank u wel. Dank u wel, meneer Heijnen. Dan geef ik woord aan de heer Omtzigt voor een vraag. Ja, voorzitter. Op een later moment komen we terug dat de dekking boven de markt blijft hangen. Maar ik had vandaag nog een andere vraag voor de VVD. Ik had verwacht dat de VVD iets zou zeggen over de spaarders in box 3 die niet gecompenseerd zijn. Heeft de VVD zich neergelegd bij het kabinetsstandpunt dat deze mensen niet gecompenseerd zullen worden? Heer Heijnen. Ja, voorzitter, dit is een ongelooflijk moeilijke vraagstuk en een duivels dilemma.
Ik heb deze week veel mails mogen ontvangen, zo'n 5000 stuks. Dus bij deze zeg ik ook, het zal me niet lukken iedereen persoonlijk van een antwoord te voorzien. Maar het laat wel zien dat dit leeft. En er zit een mate van gevoel van onrechtvaardigheid in. Dat de bezwaarmakers wel gecompenseerd worden en als je niet bezwaar hebt gemaakt, dat je dat niet krijgt. En ik snap dat dat een ongelooflijk rotgevoel geeft. Tegelijkertijd weten we ook dat het compenseren van de groep niet-bezwaarmakers, waar we juridisch niet toe zijn verplicht, en nogmaals, ik geef echt toe dat het ontzettend zure bijsmaak geeft, dat het wel 4,5 miljard euro kost. En als je dan hier ook in het licht van het debat dat wij hier hebben gevoerd, dat wij zien dat geld niet oneindig is, dat we het maar één keer kunnen uitgeven, dat we ook zoeken naar dekking. Op het moment dat wij zeggen we gaan dit ook compenseren, dan wordt dat gat precies waar wij over hebben gedebatteerd nog eens met 4,5 miljard euro groter. En dat gaat gewoon niet. En dat is ongelooflijk zuur. Maar als je dan voor de keuze staat, hoe moet ik het geld uitgeven? Dan denk ik dat er nu alle prioriteit gericht moet zijn op het prijsplafond en het inzetten van het helpen van mensen die nu te maken hebben met een enorm oplopende energierekening. Tot slot, de heer Omtzigt. Nou, voorzitter, ik wou hem complimenteren met een helder en eerlijk antwoord. Ja. Waar soms hier wel eens een voorbeeld aangenomen kan worden. Kijk. Dank u wel, meneer Omtzigt. En geef het woord aan de heer Tony van Dijk, ook voor een compliment. Ja, nou, van mij geen complimenten, want ze stelt je onbetrouwbare overheid ten top. En het doet ons niet goed als het gaat om vertrouwen en noem maar op. Dus ik vond het een flut antwoord, eerlijk gezegd. Nou, maar goed, nou, dat was niet mijn vraag. Nou. Mijn vraag ging over de meevallers. En de meevallersformule, want we kennen de meevallersformule voorheen van als we een overschot hadden, dat we dat dan inderdaad teruggaven aan de bevolking. Nu hebben we geen overschot. Maar we hebben wel een meevaller dit jaar en volgend jaar van 35 miljard aan gasbaten en btw-inkomsten. En voor mij is het onbegrijpelijk dat er mensen op een houtje zitten te bijten, terwijl het geld hier bij deze minister tegen de plinten klotst dat ze 35 miljard meevallen heeft aan gasbaten en btw-inkomsten. De enige die profiteert in dit land van de hoge inflatie en van de hoge energieprijs, die zit daar. Dat is onze minister van Financiën. En dat de VVD dit over zijn kant laat gaan en toestaat dat mensen hun rekeningen niet kunnen betalen, is voor mij onbegrijpelijk. Heer Heine. Ja, voorzitter. Ik vraag me even af of we nou bij hetzelfde debat hebben gezeten de afgelopen 2 dagen. Het hele debat is gegaan. De minister van Financiën is gevraagd snel in actie te komen om ruimhartig te zijn. Dan doet de minister dat, staat de Kamer weer dat niet gedekt is. Dan hebben we een debat over het dekken. De minister zegt toe, ik ga ook de optie schetsen. En schets het ongelooflijke duivelse dilemma waarvoor we staan. En het is elke keer hier in Den Haag hetzelfde dilemma. Namelijk tussen snel handelen, zorgvuldig zijn, gericht zijn, compleet zijn. Het gaat niet altijd samen. En we kiezen nu, als we kijken naar de paniek die we zien aan de keukentafels, kiezen we ervoor om snel te handelen. Dat heeft consequenties. En dat voelt ongemakkelijk. En het is goed dat we het debat erover voeren. Maar dan kan de heer Tony van Dijk hier toch niet zijn. Er gebeurt niks. Waar is hij dan de afgelopen 2 dagen geweest? Dank ik probeer het echt hier oprecht antwoorden op te geven, mevoorzitter. Maar dit slaat kan nog wel. Dank u wel, meneer Heijnen. Ja, dank u.